Welkom, leuk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van In de Spotlight. Mijn naam is Bas Jansen van Bondex & Exchange en ik ben hier vandaag bij Château Amsterdam. Kom met me mee. Remy. Dag Bas. Goedemiddag, waar heb je me uitgenodigd? Wijn in Amsterdam. Hier gebeurt het, hier maken we het. Dat ziet er ontzettend gaaf uit allemaal, maar wat doen jullie hier? Wat staat hier allemaal? Kan je daar wat meer over vertellen? Jazeker, dit is eigenlijk een nieuwe winery die we hier in september hebben geïnstalleerd. Capaciteit van 200.000 liter. Wat wij doen is we brengen de druiven hier naartoe, dus geen wijn, druiven. En dan maken we hier daadwerkelijk de wijn ervan. Dat wil zeggen dat we hier een pers hebben, dat we hier verschillende opvoedingstechnieken hebben. Staal, cement, hout, amfora. En alle middelen om dat vervolgens te verpakken tot een mooie fles wijn. Dus waar het normaal in de Bourgogne gebeurt, doen jullie het eigenlijk gewoon hier in Amsterdam? Ja. En is het dan Franse wijn of Nederlandse wijn? Goeie vraag. Het is Château Amsterdam. En wat het bijzonder maakt is natuurlijk dat het door het hier te maken kunnen mensen het ook meemaken of zien. Hè. Hier aan de achterkant hebben we een groot proeflokaal en restaurant. Maar wat misschien minstens zo bijzonder is, is dat we, omdat we verschillende druiven uit Europa importeren, we hier meer dan 20 druivenrassen op dit moment hebben uit 5 verschillende landen. En dat vind je gewoon nergens in Europa. Dus wij kunnen ook blends maken die jij nog niet eerder geproefd hebt. Remy, je geeft het zelf al even kort aan. De druiven komen uit Frankrijk, Spanje, Italië. Waarom maak jij het hier in Amsterdam? Nou, het is eigenlijk gewoon als de berg niet. Als Mozes niet naar de berg kan, dan halen we de berg naar Mozes. Dat was een beetje het gegeven. Wij wonen hier, we wilden hier graag wijn maken. Of we wilden graag wijn maken, we wonen hier. Dus kwamen die twee dingen bij elkaar. En met als gevolg dat we eigenlijk een unieke wijnen zijn aan kunnen gaan maken. Wat zijn jullie de enigen die dat doen in Nederland of misschien wel Europa? Niet de enige, maar wel sowieso de grootste op dit moment in dit format. Het is een vrij jonge tak van sport. Kijk, de bierbrouwers doen het al een tijdje, maar in de wijn is dit nieuw. En wat je dus ziet is dat er nu een aantal andere bedrijven ook dat aan het doen zijn. Maar dat is Zweden of in Londen. Hier in de buurt, in een omtrek van 1000 kilometer, kom je het niet tegen. Je gaat nu 2 miljoen ophalen. Je hebt al eerder geld opgehaald, ook een paar miljoen, weet ik me te herinneren. Wat hebben jullie met het vorige geld gedaan en wat willen jullie met deze 2 miljoen gaan doen in de aankomende jaar? We hebben tot nu toe 5 miljoen opgehaald en de afgelopen jaar 2,5 miljoen. En met die 2,5 miljoen hebben we echt die transitie gemaakt van die vorige locatie naar deze locatie. Dus het hele pand hebben we daarvan neergezet. Met de komende 2 miljoen hebben we eigenlijk nog een klein stukje investering die daarbij hoort. Eigenlijk die afmaken van die start-up periode en een goed distributienetwerk neerzetten. Ik denk ook dat we dit jaar naar break-even kunnen gaan met het bedrijf als een geheel. Dus een cashflow positieve operatie hebben. En dat betekent ook dat in die 2 miljoen nog ruimte zit om ons langzaam voor te bereiden op de internationale uitrol. Want hoe zie je dat voor je, de internationale uitrol? Want het heet Château Amsterdam. Wat zijn je ideeën voor zo'n internationale expansie? Misschien als je het snel pakt, dan denk je Château Amsterdam en dan exporteer je die fles weer naar New York. Het zou best moeten kunnen, denk ik. Dat voelt raar voor ons. We brengen die druif al hier naartoe. Hè. De innovatie is eigenlijk dat we de distributeur eruit halen om het hier te maken waar het ook grotendeels wordt opgedronken. Ons plan is om het concept in zijn geheel te verplaatsen. Dus Château Antwerpen, Château Kopenhagen, Château Hamburg. En vanuit daar weer een nationale dynamiek te organiseren. Oké, en je wil dus 2 miljoen op gaan halen. De tickets zijn vanaf 4 euro. Mensen kunnen meedoen vanaf 4 euro. Je hebt het zelf altijd over een vriendenclub. Wil je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben eigenlijk een heel programma gecreëerd rondom de vriendenclub op dit moment. We hebben daar ook nu, denk ik, de ruimte voor om echt iets terug te kunnen doen voor de community. Vanaf 4 euro betekent gewoon dat de instap heel laagdrempelig is. Vanaf 20 euro kunnen mensen rekenen op een vriendenpas. Daarmee krijg je standaard korting op aanschaf van wijn, zowel in het restaurant als in de winkel. Vanaf 250 word je uitgenodigd voor ons Fête des Amis. En vanaf 1000 euro of meer krijg je ook allerlei. We krijgen een leuk doosje wijn. Ik geloof iedere keer als je iets meer doet, een leuker doosje. Dus de dynamiek zit eigenlijk rondom twee elementen. Enerzijds proberen we een stukje funding te organiseren. Dat kan dus vanaf 4 euro. Zet wat minder zoden aan de dijk. 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro komt ook voor. Aan de andere kant hopen we gewoon een hele grote groep vrienden te creëren die deel hiervan zijn, die het leuk vinden, die zich betrokken voelen, met wie we eigenlijk de fles wijn delen. Ja, want we zijn hier op een locatie. Ik denk dat hier een
paar honderd man per avond wel in het weekend lang zullen komen. Ontzettend leuk dat je hiernaast gewoon de wijnproductie zelf ziet. Hoeveel mensen verwachten jullie hier dit jaar? Ik denk 50.000. Oké, okay, en voor de investeerders kunnen die ook nog langskomen? Ja, uiteraard, uiteraard. Die als eerste. Hè? Even hun zetten de deur zeker altijd, altijd open. Daar moeten we naartoe. Ja, oké, okay, en ja, we hebben het nogmaals even over die vriendenclub van Vriendenclub Chateau van Amsterdam. Hoe is dat ooit tot stand gekomen, dat je het echt een vriendenclub vindt? Nou, ik refereerde er net al aan, de eerste vijf investeerders die legden allemaal 10.000 euro in. En dat waren mensen die daadwerkelijk, waar ik mee bevriend ben en die ik, ja, die ik gewoon vroeg om deelgenoot te worden van dit avontuur. En zo is het ook eigenlijk altijd gegroeid. Zelfs tot een getal als 5 miljoen zit er heel veel liefde voor en passie voor wat we hier doen. Tegelijkertijd zitten er ook een aantal investeerders en mensen in die echt wel bezig zijn met mij om te zorgen dat dit bedrijf stabiliteit krijgt en ook het volume krijgt om een interessante investering te zijn voor early stage investors. En is er nog wat je misschien tegen de investeerders wil zeggen of de groep die je wilt aanspreken? Iedereen die het hart vol heeft van het goede leven, die heeft hier een thuis. Ik zorg ervoor dat de wijn goed is. Ik zorg ervoor dat het bedrijf rendabel is. En volgens mij is dit gewoon een hele leuke manier van en investeren en samen genieten. De wijn smaakt in ieder geval goed. Dat heb ik al geproefd. Remy, bedankt voor dit korte interview. Volgende interview zal een vraag worden van de investeerders, van jullie. Hebben jullie nou een vraag voor Remy die jullie in de volgende aflevering beantwoord willen krijgen? Reageer dan even op de video of stuur ons een e-mail. Remy, nogmaals bedankt en u bedankt voor het kijken.